Zo, het is weer woensdagmiddag 12 uur. Nog steeds met muts op en sjaal om. Maar meer nu omdat ik nu even buiten zit. Want in bed liggen, dat begon te vervelen. En we hebben een soort lockdown voor 2 maanden. Maar gelukkig mag je dan wel op je balkonnetje zitten. En het is redelijk weer. Dus ik denk, voordat het weer slechter wordt, laat ik daar maar eens even van genieten. Maar goed jongens, 2 maanden binnen zitten. Tot 1 juni alles dicht. Dat is nogal wat. Hè? Het is desastreus voor een aantal bevolkingsgroepen. Denk maar even aan mensen die moeten leven van flexibel werk. Nou, dat is allemaal weggevallen. Horeca, vrije tijdsbesteding, trainingen. En sommigen hebben nog een buffertje, maar sommigen die moeten echt van maand tot maand leven. En dan heb je toch echt een heel groot probleem. Als je nog een buffer hebt, dan hou je het natuurlijk wel vol. Maar het blijft niet leuk om binnen te zitten, om thuis te werken. Je leest al de verhalen van partners die elkaar pas denken te gaan ontmoeten als ze met pensioen zijn. En nu plotseling tot elkaar veroordeeld zijn. Nou, dat levert spannende situaties op in relaties. Dus laten we zeggen boeiende tijden, bizarre tijden en voor sommigen ook hele vervelende tijden. Zo gek is dat ook, zoals ik. Dat laatste, en ik denk dat hij zich ook had voorgenomen om... Wat leuk is sporten. Gewoon binnen in het huis, in je huiskamer of in de keuken. En je kan hier op basis van het alfabet, van je naam, kan je de letters erbij zoeken en dan krijg je allerlei verschillende oefeningen. Nou, heet je Nico, valt het mee, 4 oefeningen. Heet je Alexander, dan heb je een probleem. Dan moet je heel veel oefeningen doen. Maar hoeveel je het ook doet, het is verdomd vermoeiend. Ja, wat altijd leuk blijft, is kaarten. Wij hebben een coronacompetitie ingericht. Elke avond om 1 uur of 10 verzamelen we elkaar bij de eettafel. Daarvoor doet iedereen zijn eigen ding. En dan spelen we 12 of 15 rondes, afhankelijk hoe goed het gaat. Helemaal leuk om te doen. En ontzettend belangrijk is dus om contact met je vrienden en familie te houden. En met je collega's. Dus je kan een virtuele vrijdagmiddagborrel doen. Maar het is ook wel leuk om met je familie op zondagmiddag bij een soort borrel lekker even de week door te praten. Zeker als iedereen wat verder weg woont. Iedereen zo zijn eigen ervaring heeft. En dat kan heel goed via Google Hangouts of via Zoom. En zo kan je met elkaar heel gezellig praten. En wat ik zelf ontzettend leuk vind om te doen is iets te bakken. Meestal zo voor het weekend op vrijdagmiddag. Denk even aan een appeltaart of een krentenbrood. En dit recept heb ik samen met Alexander helemaal uitgewerkt. En we hebben genoten van een heerlijke chocoladetaart. Ja, en dan toch nog een wijze les op het einde van deze vlog. Niet voor niks wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om mensenmassa's te vermijden. En ik hoop met de afgelopen tips dat je dan toch nog een hele leuke tijd binnen hebt. Ja, voor de honden maakt het niks uit hoor. Die... hebben geen tijdsbesef. Het is slapen, wakker worden, een beetje uitrekken. En eens even kijken of er nog ergens wat te snijden valt. Dat is hun leven.